De zware regenval is reeds enkele dagen begonnen in het district. Zoals gewoonlijk zijn er dit keer bijna geen plaatsen onder water komen te liggen. Dit omdat de loosleidingen reeds zijn opgehaald en ze zijn nogal schoon. Slechts op één locatie, namelijk aan de Ramawatsuchitweg, hebben bewoners zich schuldig gemaakt aan het onverantwoord omgaan met vuil. De kokermond van een loosleiding was verstopt met petflessen en gras. Hierdoor waren delen onder water gelopen. Het ministerie van RO heeft in samenwerking met openbare werken de loosleiding schoongemaakt, waardoor het overtollig water kon wegstromen. Reports legden deze zaak voor bij districtscommissaris Weerprakash Jullumsingh en hij vertelt meer. Dus de rapportage dat ik gisteravond kreeg, was het in principe dat het kwam letterlijk door viezigheid van mensen, dat ze vuil dumpen in de loosleiding. En dat is gaan vastzitten bij een kokermond, waar er ook gras aan zat, waar die persoon ook verantwoordelijk was om zijn kokermond schoon te houden. Maar doordat er gras was, is er een hele massa aan fles daar aangespoeld. En vanmorgen vroeg is dan Roo samen met Owe daarin geweest om alles eruit te vissen en weg te halen om ervoor te zorgen dat er weer een doorstroming van het water komt. Dus in deze kunnen we wel hard met de gemeenschap te zeggen dat het kwam doordat zij zelf de looslingen bevuilen met vuil die ze in de loosingen kunnen. RO is daar bezig geweest, heeft opgeschoond, OE heeft een medewerking verleend om dat weg te brengen. Gaat dat wekelijks nu moeten gebeuren ofzo? Dat is absoluut niet de bedoeling. Als wij tenminste een beetje netter omgaan met ons vuil, dan moet ik dit ervan zeggen. En ik hoop dat die mensen me ook niet kwalijk zullen nemen en begrijpen. Wanneer u het dagelijks bezig bent met om moeder aarde te vervuilen en tevens ook gaat verwachten dat u alle zegen zal krijgen van moeder aarde, dat u een heel goed, rustig en zalig leven zal hebben, dan vergist u zich lelijk. De behandeling die u eigenlijk de natuur geeft, krijgt dat u ook terug van de natuur. Ongeacht van welke religie u bent, zo zit de natuur in elkaar. Dus goed om beter om te gaan met je eigen milieu, je eigen moeder aarde, zodat u ook een gezond en een behoorlijk leven hebt. Want nu zit u zelf praktisch dat u onder water bent gelopen, omdat u verkeerd omgaat met uw vrouw.